Yo, ik ben NSK Renske en vandaag heb ik voor je de nieuwe Call of the Ghost commentary. En vandaag is het episode 13 van de Q&A serie. En vandaag heb ik dus wat Call of the Ghost gameplay, zoals ik al zei. En het is op Prison Break. En het is geen super spectaculaire gameplay met nucleus of chemstrikes zoals de vorige keer. Maar het is gewoon een mooie rustige gameplay. En vooral in het begin dan ga ik op streak en dan ga ik een stukje rustiger spelen, want je kunt op dat moment niks. Die enemies zitten op die hill te campen en in die toren met snipertjes en thermal light machine guns en zo. Dus ik denk, weet je wat, laat ze hem heel eventjes naar mij te komen. En ik zit een beetje rond die B-vlag te zoeken, zeg maar, naar enemies. En op een gegeven moment haal ik het. En dan is het feest. Als je hier streaks haalt, dan ben je binnen. Echt waar, dit is gewoon de makkelijkste map om gewoon dikke scores op te halen. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, enjoy the gameplay. En vandaag heb ik weer een hoop vragen gekregen, dus we gaan snel aan de gang. Dus als eerste de vraag van Alexander Ik. Nou, waarom die Ik er staat, weet ik niet, maar oké. Zijn vraag is, Dennis, had je vroeger een bijbaantje? En heb je nog tips voor werk als je 15 bent? Ik weet niet of ik werk had toen ik 15 was, volgens mij wel. Ik doe al heel lang kranten, echt al heel lang, enkele jaren al. En het is niet echt werk, ik kan het niet echt zeggen dat het werk is. Eén keer in de week, snap je, dus dat is niet heel veel speciaals. Maar volgens mij deed ik dat al toen ik 15 was. En ja, ik zou zeggen, de meeste mensen beginnen met krant of zo. Dus ik had dat toen overgenomen van een neef van mij. Die had precies onze wijk, zeg maar. Dus dat is op zich wel handig. En ik doe dat nou nog steeds kranten. En dat is meer omdat ik lui ben en geen zin heb om echt werk te gaan zoeken. Dus ja, echt tips. Ja, ik heb gewoon een krantenwijk. Dus vind ik het makkelijkste. En dan heb je niet echt het idee dat je werk hebt. Dat je gewoon eventjes een rondje rijdt, een uurtje of een half uurtje, weet ik veel wat. En dat vind ik fijn. Dus ja, tips. Ja, als je werk zoekt, dan ga je gang. Maar ja, ik vond kranten wel chill. Had ik niet echt het idee dat het echt werk was, zeg maar. De volgende vraag is van Matteo Propper. En die vraagt, yo Dennis, heb je al eens dat je iets kwijt bent en je zoekt het, maar je hebt het al die tijd gewoon in je handen? Of in je zakpers. Je bent awesome. Dat heb ik heel vaak. Of in ieder geval niet meer, maar dat heb ik wel vaak gehad. En dat was vooral, ik nam altijd mijn controller overal mee naartoe. Dan, die had ik gewoon constant in mijn hand. Als ik bijvoorbeeld eventjes Call of Duty aan het spelen was en het was pauze, zeg maar. Of in ieder geval match wisselen, weet je wel. Dan ging ik even drinken halen of zo, nam mijn controller mee en dan lag je bijvoorbeeld beneden of zo. Maar soms heb ik ook dat ik, dan ben ik hem aan het zoeken en dan heb ik hem op dat moment gewoon in mijn hand. Fucking random, gewoon een kei grote controller. Maar dat heb ik best wel vaak, of in ieder geval gehad. Dat is tegenwoordig eigenlijk niet meer. Dus, maar ja, dat is gewoon stom. Als je gewoon iets zoekt die hebt in je handen, iedereen kent dat. Dat is gewoon fucking vaag. De volgende vraag is van Thomas Wets en die vraagt, wat vind je van Belgische frieten? Volgens mij wat vindt, hè? Wat vind je van Belgische frieten? PS, je bent awesome Dennis. Dankjewel Thomas. Belgische frieten, ik vind het vies. Ik vind ze zo smerig. Die zijn dik, hè. Die zijn echt, ik heb het echt idee dat ik gewoon een aardappel aan het eten ben. Ik vind aardappelen vies. Dus ja, ik weet, friet is gemaakt van aardappelen. Maar bijvoorbeeld een gekookte aardappel vind ik zo nasty. En ik heb het idee dat Belgische frieten daarna smaken. Ik vind dat nasty. Dus als pap vindt dat wel lekker. Maar nee, ik niet. Nee, bleh, nasty. De volgende vraag is van What the fuck club. Nee, WT club, mijn fout. Heb je een oorbel? By the way, je bent baas. Ja, ik heb een oorbel. Ik heb er twee, links en rechts. Heel veel mensen weten het misschien niet. Ik heb hem bijna nooit in. Of heb ze bijna nooit in. Daarnaast heb ik ook altijd een koptelefoon op. Maar ik heb ze wel. Ik heb ze al heel lang. Ik weet niet hoe lang. Dus al heel lang. Maar ik heb ze niet vaak in, dus dat scheelt. Maar ja, ik vind op zich wel. Ja, als je ze in wilt doen, dan doe je ze in. Doe je ze niet in, dan zie je er toch niks van. Ik bedoel, die kleine gaatjes, dat zie je niet. Dus op zich wat chill. Dat is iets anders dan een tatoeage, weet je wel. Dat kun je niet zomaar wegstoppen. Maar dit is gewoon, je haalt ze eruit en klaar. Dus dat is wel wat chill. De volgende vraag is van Thijs van Beek. En die vraagt, worden je ouders wel eens boos als je te lang gamet? Nee. Nee, dat heb ik vroeger wel zoiets gehad. Tegenwoordig eigenlijk niet meer. Nou is meer zoiets van, zoek het maar, weet je wel. Je bent oud zat, je moet zelf wel weten wat je doet en wat je niet doet. En nu heb ik natuurlijk ook al vakantie gehad. Dus dan interesseert het ze helemaal niet. Maar ja, door de week zullen ze misschien wel zeggen van, Dennis, is misschien niet tijd om te gaan slapen. En dan gaan zij slapen en dan moet ik maar zien wat ik doe. Maar nee, ik heb niet echt dat ze boos worden. Heb ik vroeger wel een beetje gehad eigenlijk. Dat was het al. Ja, toen gamede ik ook veel meer. Toen was het echt niet normaal. Maar nee, ik kan niet zeggen dat nou eigenlijk nog is. Misschien vroeger, ja, is ooit geweest. Maar nou niet meer in ieder geval. De volgende vraag is van Bradley92. En die vraagt, yo Dennis, stel je mag een auto hebben en je mag kiezen welke, hoe duur het ook mag zijn. Welke zou je dan nemen, behalve de Nissan GT-R? Nou, jullie weten dat Nissan GT-R is een van mijn favoriete auto's. En dat komt vooral prijs-kwaliteitsverhouding. Maar als ik echt elke auto mocht kiezen, maakt niet uit welke, behalve de Nissan GT-R, dan zou ik gaan voor de Koenigsegg Agera R. Dat ding is fucking awesome. Dat ding is super duur. Je hebt ook nou een andere, dat is de 1-1. En dat is een auto die heeft volgens mij 1400 pk en die weegt 1400 kilo. Maar ja, die is helemaal sick.
Maar die doen we even opzij, want dat is eigenlijk, ja, volgens mij kun je die niet eens normaal kopen. Laten we zeggen, gewoon een auto, dan zou ik gaan voor de Agera R, want die is zo fucking dik. En je moet me eventjes op Google zoeken, want waarschijnlijk vergeet ik dat wel in deze video te editen, want dat weet ik al van mezelf. Dat is toch altijd iets wat ik vergeet. Maar die auto is fucking awesome. Die auto is sneller als Bugatti's. Ook al is dat nooit getest, want ze mogen de auto niet testen op de track van Bugatti. Bugatti heeft een eigen testtrack, dat is volgens mij van Volkswagen. Bugatti is van Volkswagen, dacht ik. Maar dat is een speciale track en dat is de langste track die er is. En daar kun je zeg maar snelheden op testen die zo hoog zijn, die je op andere banen niet kan halen. En Koenigsegg mag dat daar niet. Dus zodoende, maar die is sneller, dat kan ik jou vertellen. De Koenigsegg is veel sneller. In alle sprintraces wint de Koenigsegg. Dus die auto zou ik kiezen, die is zo fucking awesome. De volgende vraag is van Daan Omen en die vraagt: yo Dennis, worstenbroodje of sausijzenbroodje? PS, je bent baas bovenbaas. Dankjewel. Ik weet niet of jullie weten wat worstenbroodje is. Dat is volgens mij echt iets typisch Brabant. Maar typ maar even op Google in, vindt wel. Sausijzenbroodjes vind ik vies. En worstenbroodjes eet ik echt fucked up veel. Vooral in vakanties en weekenden en zo. Dat is het enige wat ik eigenlijk 's morgens vroeg altijd eet. Want ik ben te lui om echt iets te gaan maken. Ik heb geen zin om brood te smeren of zo. Ik gooi gewoon worstenbroodjes in de oven of marktron, whatever. En klaar. Weet je, dus ik pak fucking veel worstenbroodjes. Sowieso worstenbroodjes over sausijzen, want sausijzen vind ik vies. De volgende vraag is van Prima Killer en die vraagt: yo Dennis, fitness je wel eens? Zo ja, waar? En ken je Brug Active in Milo? Nee, die ken ik niet. Ik kom nooit in Milo, zodoende. Ik fitness ook niet. Ik heb al zoiets van: ik wil een keer gaan fitness. Ja, ik fitness zoals op school. We hebben op school ook al een fitness ding. Maar echt fitness doe ik niet. En ik heb zoiets van: ik wil gaan fitnessen, maar dat komt nooit. Je zet nooit die stap. En ik denk dat heel veel mensen dat kennen. En ik heb sowieso weinig tijd. Nou, dat is een makkelijke excuus, dat weet ik. Maar ik probeer er, als ik thuis kom, zoveel mogelijk tijd aan video's te besteden. Gewoon zoveel mogelijk video's maken. Dat is soms al moeilijk. En ik ben gewoon lui. Punt uit. Ik heb wel dumbbells. En die gebruik ik wel eens. Alleen moet ik zeggen, de laatste tijd ook steeds minder. Eerst gebruikte ze iedere dag ook niet meer. Dus ik ben echt in dat opzicht echt een slecht voorbeeld. Veel te lui. Ik stel alles uit. En het komt er nooit van. Dus nee. Sorry. Nou, de volgende vraag is van Rainbow Skills. En die vraagt: yo Dennis, wat vind je van de ALS Ice Bucket Challenge? En ik denk dat jullie dat allemaal wel kennen. Dat is een challenge waarbij je dus water en ijs over je kop heen flikkert. En dat is dan voor ALS. Of in ieder geval om ALS meer aan de man te brengen. Want heel veel mensen weten niet wat ALS is. ALS is dus een bepaalde ziekte. En door die Ice Bucket Challenge brengen ze dat meer onder de mensen. En zo weten mensen wat het is en kunnen ze doneren. En ik heb het voor het eerst gezien bij Nadeshot. En daarna gingen ook al die internationale sterren dat doen. Nou, toen was het allemaal nog leuk. En het was ook meer van: ik nomineer jou en jou en jou. En nou ga ik doneren. Weet je wel, hier heb je een link, doneren. Maar tegenwoordig vind ik het enorm irritant worden. Want nou krijg je het op Facebook te zien. En nou is het eigenlijk helemaal omgedraaid. Nou is het meer zoiets van: oké, weet je, ik gooi een bak water over mijn kop heen. Ik nomineer jou en jou en jou. En adios. Het is niet meer het doel, zeg maar. Het doel van de challenge was dat je de ALS-ziekte onder de mensen brengt. Dat mensen kunnen doneren. En dat wordt tegenwoordig niet meer gedaan. Het gaat alleen nog maar om: oké, gooi een bak water over mijn kop en ik doneer jou. En that's it. En iedereen vergeet die ALS. En dat is geen goed iets. En daarom vind ik het irritant worden. En zolang je doneert is niks aan de hand natuurlijk. Maar heel veel mensen doen dat toch niet. Dus als het aan mij ligt mag het stoppen. Vooral op Facebook, want ik vind dat echt verschrikkelijk irritant. De volgende vraag is van Dutch Gamepiece en die vraagt: wanneer doe je een setup video? Nou, ik heb toevallig laatst al een setup video gedaan, dat was voor de 30.000 abonnees. En mocht je die nog niet gezien hebben, staat voor jullie een linkje in de beschrijving, dan kun je daar kijken. En hij staat natuurlijk ook op mijn kanaal, dus als je gewoon op mijn naam klikt, dan kun je gewoon helemaal kanaal zien. Maar ik had die setup video gedaan voor de 30.000 abonnees, daar wil ik jullie allemaal nog steeds een keertje voor bedanken, mocht je dat nog niet gehoord hebben. Want 30.000 abonnees is fucking vet en ik hoop dat we gewoon zo door mogen blijven groeien. En wie weet komen nog heel veel gekke dingen aan, dus dat vind ik ten eerste heel vet. De volgende vraag is: ga je een Xbox One halen? Ik ben niet van plan om een Xbox One binnenkort te halen, maar het is niet zo dat ik hem nooit ga halen. Misschien komt er wel een keer een moment dat ik denk: oké, ik ga een Xbox One halen. En het is gewoon een goede console, ik ga er helemaal niks van zeggen. Alleen, ik heb gewoon al een PlayStation 4 en op het moment zie ik niet het nut om een Xbox One te halen. Maar ik zal niet zeggen dat dat nooit gaat gebeuren, dus wie weet ooit. En mocht je toevallig zeggen: nou Dennis, ik wil graag jou een Xbox One sturen, dan moet je me even een privéberichtje sturen en dan kunnen we dat regelen. De volgende vraag is van Atlas Lion en die vraagt: wat is je favoriete sport om te kijken? En ik kijk niet heel veel sport, ik kijk sowieso niet heel veel tv, dus dat scheelt. Maar als ik iets wil kijken, dan waarschijnlijk het liefst kickboksen. Kickboksen vind ik enorm vet om te zien. En dan wel kickboksen, ook al moet ik zeggen, kickboksen lijkt tegenwoordig meer op boksen, want er wordt bijna niet meer getrapt. Dus dat vind ik wel een beetje jammer.
Maar dat vind ik echt wel heel vet om te zien. En dat staat sowieso hoog aan mijn lijstje. Dus waarschijnlijk favoriete sport om te kijken, kickboksen. De volgende vraag is van Anoniem Anoniem. En die vraagt, download je films legaal of illegaal en waar? Ik download films illegaal. En dat zeg ik zo meteen gewoon waar. Ik kijk ook films legaal. En dat doe ik via Netflix. En Netflix is helaas niet zo heel erg groot. En dat komt omdat je meer series daarop hebt. En de films die erop staan, ja, die kent eigenlijk iedereen al. En heeft iedereen al gezien. Dus dat is een beetje jammer. En ik ga me nooit echt verdiepen in series. En dat komt omdat je dan te veel dingen hebt die je moet gaan kijken. En dan heb ik waarschijnlijk 3 dagen aan een stuk geen slaap. Omdat ik al die episodes wil zien. En ik weet gewoon van mezelf dat ik dan elke episode wil gaan kijken. Mijn film is zoiets van, oké, het is nou afgelopen, klaar. Verhaal is klaar, snap je? En bij series komt er steeds maar iets nieuws, nieuws, nieuws. En dan blijven kijken, dat weet ik zeker. Dus in ieder geval, ik kijk legaal films op Netflix soms. En illegaal download ik op Yiffy Torrents. En typ maar gewoon op Google in met de Griekse ei. En dan vind je het wel. Ik zet geen linkje in de beschrijving, want ik wil het eigenlijk niet, weet je wel, onder de man brengen omdat het illegaal is. Maar aan de andere kant, ik doe het ook, whatever. Dus supergoeie site, dus ga gewoon kijken. De volgende vraag, die is van Max Burgmans. En die vraagt, popcorn of chips? Sowieso chips, sowieso. Popcorn, naar eten kijk ik alleen in de bioscoop. Dus chips gewoon voor thuis en noem maar op. Ik heb sowieso thuis eigenlijk nooit echt popcorn. Vroeger wel, alleen nou niet meer. Dus chips. PS, je bent baas in Call of Duty, ga zo verder. Dankjewel. De volgende vraag is van Roytje. En die vraagt, wat vind je van een clown? PS, je bent baas. Dankjewel, Roy. En clowns. Ik vind clowns fucking creepy. Even serieus. Clowns zijn gewoon fucking creepy. Daar kun je gewoon niet onderuit. Die dingen zijn zo eng. En fuck clowns. Nou, dit waren de vragen voor vandaag. En mocht je de video leuk vonden, laat alsjeblieft een like achter. Bij de rest wil ik jullie allemaal vragen om deze video naar de 700 likes te tillen. En de reden is omdat ik op mijn laatste episodes allemaal eerst altijd vroeg naar 700 likes. En dan kwam er een nieuw episode. En dat doe ik nou even niet meer. En ik merk ook dat de likes enorm gezakt zijn. En ik zou het enorm waarderen als dat weer gewoon omhoog zou kunnen. Dus mocht je de video's leuk vinden, laat alsjeblieft een like achter. Daarmee support je mij gewoon enorm. En daarmee weet ik dat jullie het leuk vinden. Zo dunne. Dus bij 700 likes komt er een nieuwe episode. Ik weet dat jullie dit kunnen, want dat heb ik vroeger ook gevraagd. En toen haalde ik soms zelfs meer dan 700, 900.000 soms. En niet 900.000, maar 900 tot 1000. En ja, ik ben in een paar dagen toch alweer enorm gestegen. Dus ik neem aan dat jullie dat gewoon kunnen. Dus mocht je het leuk vinden, laat eens een like achter. Verder rest, mocht jullie vragen hebben voor de volgende keer, laat ze achter in deze video. En dan zal ik ze misschien de volgende keer behandelen. En ik doe mijn best. Er zijn altijd zoveel vragen. Ik kan ze natuurlijk nooit allemaal behandelen. Maar in ieder geval, mocht je het leuk vinden, laat eens een like achter. Abonneer voor meer. En verder eens, kijk trouwens op mijn tweede kanaal, Dennis Plays. Komen steeds meer video's op. Ik ben van plan om binnenkort 2 video's per dag te doen. Dus mocht je dat nog niet gezien hebben, kijk in de beschrijving. Verder rest ook de links naar mijn social media. Dus hopelijk zie je jullie de volgende keer weer. Dus tot dan en houden we.